schrijven. En dan heeft Pieter twee mogelijkheden. Hij kan zeggen nee, bedankt. Of hij kan zeggen ik dacht dat je nooit zou vragen. En we beginnen uiteraard met Joost. Hallo Pieter. Ik weet dat jij niet zo'n man bent van lichamelijk contact, dus ik zal maar van je afblijven. Maar weet Pieter, na wat we vandaag allemaal van elkaar hebben geleerd, dat jij van mij best wel eens een paar dingen zou kunnen leren. Pieter, ik heb een man, maar die verveelt me. Ik heb een man, maar die ziet me gewoon als zijn vrouw. En een vrouw in onze maatschappij, Pieter, die weet dat is ogen dicht s'avonds en het laken opzij, maar dat is niet aanraken, dat is niet kussen. En pas op, ik ben ook niet voor aanrakingen, maar soms, Pieter, dan wil ik mijn vrouw voelen.